Yo kijkers van Online Games en welkom terug bij een gloednieuwe Europese wedstrijd naar de Young Boys tegen Feyenoord. Jawel, Feyenoord heeft 1 verloren, 1 gewonnen tegen Porto, hebben ze toch nog met 2-0 gewonnen. Dat was toch wel heel leuk. Had het niet verwacht van Feyenoord, maar ja, Feyenoord speelt in de Eredivisie, speelt is vrij slecht. Dan speelt ze weer goed en dan speelt ze weer een slechte wedstrijd, ik snap het niet. Naast die Fortuna zit dat flink verloren. Maar ja, vandaag natuurlijk voor de Europa League. Hopelijk gaat Feyenoord winnen. We zullen het wel zien. Laten we gewoon lekker beginnen. Het komt wel weer helemaal goed. Goed, jawel. Ja. Goed, dan goed. Goed, jawel. Goed, nou ja. Kijk. Semi-prof, World Stadium. Young Boys tegen Feyenoord. Naar de 5 uitslagen. Zoals je dat ziet. Wedstrijd spelen. Jurgensen nog altijd, hè. Goed, we gaan gewoon lekker de wedstrijd spelen. Nou. Hartelijk welkom allemaal. We hebben weer een interessante wedstrijd voor BSC Young Boys. Gaat beginnen. Ik ben Sierp de Vos en het is mij wederom een genoeg om deze wedstrijd samen met collega Jeroen Gruter voor u te mogen verslaan. Dit is Young Boys tegen Feyenoord. Het heeft er alle schijn van dat we 90 spannende minuten tegemoet gaan, Sierp. Ja. Laat de bal maar rollen. Kijk. Hou ze in de gaten. Hey, Honda. Dat wordt een automerk. Nou, Vermeer onder de lat, zoals je dat ziet. En met deze goed, opstelling van Young Boys. Van Bouwen Moes in de goal. Garcia, Lustenbergen, Soranson, Janko, Suleimani, Abisha, Martens en Managabi. Horro en Insane. Nummer 99. Vermeer aan de lat. Hafs van der Heijden, Boetekin en Karsdorp. Verdediging. Middenveld Koku, Tapje en Leroy Ver. In de spitsen staan Sam Lassen, Nicolai, Jurksen en Berghuis. Ja, je zou het wel denken, maar oorspronkelijk is het bedacht en zaterdag. Perfect, ja. Wedstrijd is in ieder geval begonnen. We moeten eerst even de trainer weer uitzetten. Want dat doen die altijd. Hij zorgt dat de pas niet aankomt. Oh, dat is een fout. Jurgensen kan zo meteen doorlopen. Jurgensen! Wat een kans zeg! 1 op 1 met de keeper. Maar die pakt de bal. En daar mogen zijn medespelers er wel voor bedanken. Tapia. Larsson. Nicola Jurgensen. Jurgensen. Een hele belangrijke verdedigende actie. Kijk wat Young Boys kan. Ik weet niet hoeveel ze dat ze staan. Pak die bal goed op. Maar wordt ik in verdedigd. En het gevaar is geweken. In het midden van de 16. Vermeer bokst die bal weg. En stopt de bal weg. En nu wordt het oppassen. Ruimte op de vleugel om de bal voor te zetten. Daar komen ze. Wat ik in. Een onderschepping. Gaat dit wat worden? Terwijl ik krijg nog straks AZ. Wat gaat hij hiermee doen? Goed afgepakt. Koku. Berghuis. Oh. Snel uitbreken nu. Steven Berghuis. Berghuis. Dat is misschien iets te scherp. Ze komen er niet aan. Sam Larsson. Larsson kan die bal gaan voorzetten. En die bal is weg. Maar dat is ook weer niets.
De tegenstander mag ingooien naar die actie. Hij speelt zijn tegenstander voorbij. De voorzet mag nu komen. En Jurgen heeft wel echt koekie. Alles veilig nu. Jurgensen. Larsson. Jurgensen. Counter op de loer. Tapia. Is allemaal goed gezien. Berghuis. Karsdorp. Nieroy Ver. Dat is de kans. En de doelman pakt. Nieroy Ver. Knappe verdedigende actie. En weer een balbezit. Janko. Die doelman moet op. Cocu! De keeper! Jurgensen! Ah, Ver, die komt daarna niet aan. Martins. 24 jaar nog nooit met Feyenoord gewonnen nog. Met AZ trouwens ook nog niet. Richting medespelers in het centrum. Het kan net niet bij die voorzet zonder achterbal. Ze kunnen een doeltrap nemen. Vermeer. Sam Larsson. Larsson. Ik zal hem niet terug gaan. Ah, hij komt er. De bal in. Ik kan de bal niet onder controle houden. Ver. Ver. Nicola Jurgensen. Oeh, dat is jammer. Hij zit er goed tussen bij die pas. Hij rukt verder op. Daar komen ze. En de doelman heeft hem. Keeper heeft hem. Ze zit met een hoog druk. Larsson. Larsson. Oh, dat is mooi gedaan. Uitgekiende steekpaas. Koekoe. Hij staat vrij. En dan is het 1-0. Jawel. Die voorzet erin, zeg. Hij zit erin. Zijn timing, hè. Die was uitstekend. En de bal gaat er dan ook heel mooi in. Nicola Jurgensen zet Feyenoord op 1-0. Er zijn uitsupporters staan. Van dat doelpunt. Mooie voorzet. Nicola Jurgensen. Maar kijk eens hoe je de bal in één keer raakt. Duizelingwekkend. Echt zo knap. Feyenoord feest nog wat na. Met de bal op de middenstip. Oh, een beter timer. Dit is buitenspel. Haps. Oeh, op zijn bijna fout. Feyenoord kan verder. De arbiter geeft hier voordeel. Nicola Jurgensen. Een steekbaas in de ruimte. Sam Larsson! Wubbel Okkels. Dat is niks. Hij is echt veel te wild geschoten. Je hoeft hem alleen maar heel subtiel langs die keeper te plaatsen. Zo belabberd, hè. Ik zou razend zijn als ik zijn trainer was. Steven Berghuis. Jurgensen, die zit daar vast. Hij zit er sterk tussen en heeft de bal. Kan natuurlijk nog alle kanten op, het is maar 1-0. En onderschep die paas. Ik zal nu terug gaan. Goed gezien, jongen. Oeh, jammer. Daar verovert hij de bal. Abishag. Martins. Miralem Soleimani. Soleimani. Daar is ondersteuning voor Tsunami, de aanval. Tsunami, Berghuis schrijft in. Daar heeft hij de bal voor. Karsdorp. Nu snel Berghuis. Berghuis naar Nicola Jurgensen. Nicola Jurgensen. Jurgensen, daar kan hier de 2-0 binnen. Geknald wordt en al wat gedaan. 2-0, Sam Larsson. Er zit zoveel snelheid in deze ploeg, hè. En de counters die zorgen elke keer weer voor gevaar. Nou, dit is natuurlijk een makkie. Deze had oma nog wel gemaakt. Maar ja, het is natuurlijk ook een kwaliteit, hè, om altijd maar op de goede plek te staan. En om dan koelbloedig te blijven. Perfect. En zo'n kans te benutten. Sam Larsson maakt de 2-0.
En hier is het 0-2. Martins. Fabian Lustenberger. Berghuis, dat is een fout. Steven Berghuis. Nicola Jurgensen. Jurgensen zelf. Maar goed dat hij nog mee gaat rennen. Als die bal, als de keeper die bal nog niet klaar heeft, kan hij nog altijd. Daar gaat het balbezit. Ja, nog een machine aan het tikken. Zo. Dat is misschien een gele kaart dadelijk. Nog steeds op weg naar het doel. Hap schuift in. Maar daar wacht dus niet. Botteguin krijgt geel. Achteraf wordt die actie van eerder toch nog met geel bestraft. Ja, scheidsrechter wachtte tot het spel stil lag en deelt dan alsnog de kaart uit. Goed gedaan. Hij ontsnapt aan een kaart. 30 meter afstand. Een waarschuwing van de arbiter. Ja, en ik zou nu maar naar uitkijken als ik hem was. Dat was te hard. En hij ook meteen de rust. Het staat 2-0. Feyenoord staat dus voor met 2-0. Jurgensen is vandaag nadrukkelijk aanwezig in de buurt van het doel van de tegenstander. Elke aanvaller heeft eigenlijk maar één ding in zijn hoofd. 0-0-0. We hebben toch 56 voor zijn balbezit. Nou ja. De rest loopt perfect. Goed, ja. Goed, prima, ja. 12 minuten toch nog bezig. Helft 2 gaat beginnen. Getrapt door Feyenoord. En de tweede drie kwartier gaan nu in. Laatste 45 minuten. Komt hij erbij? Bal niet geleverd. Tackle heeft hij de bal niet meer. Miralem Soleimani. Hij stoomt verderop. Bal ingeleverd en wordt hard langs geschoten. Was het wel een doelpunt geweest? Nou, dan komt de tegenstander goed weg hoor. Vermeer. Jurgensen. Goed reageert ze en daarmee heeft hij die paas opgeschept. Fabian Lustenberger. Slechte actie zegt hij. Dat is een fout. Dat is een gevaar. En zo kan Feyenoord. Nicola Jurgensen. Op weg misschien wel naar de 3-0. De 3-0, jawel. 3-0. Cuckoo. Bij Feyenoord schieten ze er gewoon nog één in, terwijl ze al een riante voorsprong hadden. Ja, ze zijn echt op de vandaag. Orken Cuckoo. Het is duidelijk dat één team de dienst uit 0-3. Miralem Soleimani. Hij rukt verder op. Hij zit er sterk tussen en heeft de bal. Bal naar Sam Larsson. Oh, prachtig! Sam Larsson snijdt naar binnen bij de achterlijn. Prachtig! Dat is jammer. Met die ingreep. Netjes die bal weggewerkt. En knallen! Op de paal. En weer in het spel. Jammer, het was zo mooi geprobeerd, hè? Ze geven de bal weg. Hier weer ver. Verdediger doet zijn werk. Voorzet afgestopt. Een sluwe steekpaas. Kan er hiervoor gevaar. Cuckoo! Geen problemen voor de doelman. Ja, maar hard. Renato Tapia. Hier gaat Larsson er mooi langs. Larsson! Klem voor de doelman. Hij heeft zijn dag, hij past nauwkeurig vandaag. Is dat wel buitenspel? Dus even kijken, ja. Ik zal even kijken. Het scheelde volgens mij niet veel. Wissel. Nee, ik zag nummer 99 gaat eruit. Ik vind dat, waarom zou je überhaupt zo'n hoog getal? Alsof dat een team 99 spelers heeft. Nou, als je 99 spelers hebt, dan heb je
kun je bijna gewoon... Ziet er veelbelovend uit. Een heel competitieteam misschien wel. Nou, niet overdrijven. Dit kan wel eens een kans opleveren. Dan kun je minstens drie clubteams maken. Nu weer ver. Oh, kijk wat die... Oeh, dat is jammer. Van de bal afgezet. De bal wordt ingeleverd. Vroeger had Gordiekus ook kan wel van zo'n hoge getallen. Leroy Ver. Leroy Ver! De speler werkt de bal weg. De coach gaat wisselen. Dat is een corner. Berghuis neemt. Keeper zit daar net niet erbij. Ja, net wel. Maar kan de bal niet goed pakken. Nog 20 minuten reguliere speeltijd resterend. Ziet er goed uit hoor. Gaat deze aanval wat opleveren? Renato Tapia. Nicola Jurgensen. Ach, wat mooi gedaan hier. Ja. Ja, hij is er doorheen. Daar is dan toch het gevaar. Cucu. Ja, de keeper bij spelen, dat lukt nu ver. En zit hij? Nee. Hij wordt een actie. Ja, die zit niet. Ik denk dat er daar nog een doellijn technologie aan komt te zien. Dat denk ik. Dat er daar nog een doellijn technologie aan komt. Haps. Sam Larsson. En dan nu een mogelijk... Larsson! Hij houdt hem tegen. En dat doen we alweer. Nou, als je van dichtbij nog zo kan reageren, dat is bijzonder imponerend. Kijk wat die prachtig red. Corner. Steven Berghuis neemt de hoekschop. Even dat gevaar eruit halen. Berghuis. Nog een keer Berghuis. Die doelman moet opletten. En... Nee, dat is een bal van niks. Dat is niets. Geen doellijn technologie. Nog gezien. Dan komt hij dat eigenlijk niet. Soms dan laten ze die wel zien. We gaan de laatste 10 minuten reguliere speeltijd in. Arbitrage geeft Jurgensen hier buitenspel. Laatste 10 minuten. Miralem Soleimani. Zou wel eens wat kunnen worden. Kan er zomaar... En die zit! Die gaat over de doellijn. Gelukkig gooit hij niet in de ring en weten ze toch nog te scoren. Hij stond op de goede plek om de bal er van dichtbij in te werken. Dat was niet moeilijk. Hij plukt die bal met zijn voet in de lucht en volleert hem zo langs de doelman. Ja, Nicolas Mani Nigamalu. Wat een naam. Weer af. 1-3. Van 3 tegen 1. Komt daarna niet aan. Steven Berghuis. Oeh, Berg, je had er langs kunnen gaan naar Berghuis. Station bereikt. Kan er hier voor gevaar zorgen? Die is voor de doelman. Geen probleem die dan voor de doelman. Is hij nog haalbaar? Over de lijn. Net over de lijn. Aantal Lex. Miralem Soleimani. Martins. Goed geanticipeerd op die paas. Ze zitten tussen. Ze krijgen 3 minuten blessure. Ja, naar helemaal naar links. Zuid daar, ja. En hij is ontstaan. Larsson maakt het nog prachtig af ook nog. 1-4. Zo beslis je eigenlijk, ja. En wat zei, die was al een beetje geblessist. Prachtig uitgevoerd. Die beslist, hè. Hij vloog net over de keeper en precies het doel in. Prachtig. De doelman die doet wat hij kan, maar die kon er echt niet meer bij. Nou, die verdediger die nummer 8 die daar stond.
Die had nog wel naar de bal kunnen gaan. Nog groter geworden. De zegen komt daardoor niet meer in gevaar. Eén dier. Zo wint Feyenoord. En dan hebben ze de volgende drie punten in de pocket. Goed, dat was dus deze wedstrijd. Spannend was het allerminst vandaag. Er was één groepje. Feyenoord wint met 4-1. Alleen maar tegen proberen te houden, zonder succes overigens. Ja, ik vind het ook knap dat ze geconcentreerd bleven bij zo'n matte tegenstander. Die zo weinig naar voren wilde spelen. De ruimte ingestuurd. Dat is natuurlijk hartstikke mooi en leuk. Online Games is dus de winnaar. Ja. Nee, klik op. Goed. Even jongens, we zien elkaar natuurlijk dadelijk weer met AZ. Hè? Of een anderhalf uurtje. Goed, kijk eens. Blijf kijken. Bedankt voor het liken. En tot dan, jongens. Mazzel!